In de vroege ochtend van 11 november 1944 staat Pieter Lems voor zijn huis op een nog donkere straat. Dit bevel is bij de familie Lems bezorgd en bij alle andere huizen in Rotterdam. Er staat op dat alle mannen tussen de 17 en de 40 jaar oud zich moeten melden voor de arbeidsinzet en meteen op straat moeten gaan staan. Pieter is de jongste van het gezin, 17 jaar oud. Hij staat voor het huis. Want als de Duitsers niemand zien staan, dan komen ze huiszoeking doen. Hier. De mannen van de genoemde jaargangen die bij een huiszoeking nog in huis worden aangetroffen, worden gestraft. Waarbij hun particulier eigendom zal worden aangesproken. Op hen die pogen te ontvluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten. Piet heeft bij zich wat hij mee moet nemen. Wat warme kleren en brood voor één dag. Het is vlak voor de hongerwinter. Veel is er niet, maar zijn moeder geeft hem mee wat ze hebben. Hij heeft geen idee waar hij heen gaat, maar dat vindt hij ook wel avontuurlijk. Hij weet niet wat hem allemaal te wachten staat. Straat voor straat en huis voor huis worden de jonge mannen opgehaald. Het Duitse leger heeft een cordon rond Rotterdam en Schiedam gelegd. Niemand kan de stad meer in of uit. Alle belangrijke bruggen en strategische punten zijn afgezet. Trams rijden niet meer en het telefoonverkeer is geblokkeerd. Ontsnappen is haast onmogelijk. Ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers worden meegenomen en als dwangarbeider naar Duitsland afgevoerd waar ze voor de vijand moeten werken. Onder hen Pieter en zijn oudere broer Kees. Onder bewaking worden de jonge mannen in kolonnen weggevoerd. Mannen en vrouwen roepen elkaar een afscheid toe. Houd moed! Vrouwen huilen. En met hun armen om hun mannen heen geslagen, lopen ze met hen mee. Het is het begin van een dagenlange reis. Een deel van de opgepakte mannen moet helemaal naar Utrecht lopen. Een ander deel wordt in de ruimen van vrachtschepen vervoerd, waar nog vieze drap op de grond ligt van eerder vervoerde olie, cement en kolen. En een ander deel wordt met 50 tot 60 man tegelijk in goederenwagons gestopt. Onderweg wordt nauwelijks voor eten of drinken gezorgd. De mannen staan dicht op elkaar gepakt en kunnen niet slapen. En dan worden de treinen ook nog eens door geallieerde vliegtuigen beschoten. Niemand weet waar de mannen heen gaan of wanneer ze terugkomen. De razzia zorgt bij de achtergebleven families voor veel onzekerheid. Want hoe moeten ze nu zonder de inkomens van de mannen voor de kinderen zorgen? En dan wordt ook nog eens op deze dag het rantsoen enorm verminderd. De oorlog nadert haar hoogtepunt. De geallieerden voeren dagelijks bombardementen uit op Duitse steden. Veel van de Rotterdamse mannen werken aan het herstel van gebombardeerde spoorwegen. Heel zwaar werk, in regen en kou met een lege maag. En vaak hebben ze alleen de kleding en schoenen die ze op de razziadag aan hadden. Opzichters slaan en schreeuwen voortdurend. De meeste jongens zijn nooit eerder zo ver van huis geweest en missen hun families. De mannen slapen in barakken, scholen op zolders van fabrieken of schuren met alleen wat stro. Een broedplaats voor luizen. En met zoveel mannen op één gepakt liggen besmettelijke ziekten op de loer. De gebroeders Lems belanden met difterie in het Elisabeth Krankenhaus in Essen. Maar dan op 11 maart 1945 wordt de stad compleet plat gebombardeerd. Om de Rijnoversteek van de geallieerden voor te bereiden, sturen ze 1079 vliegtuigen op de stad af. ...750 Lancasters, 293 Halifaxes en 36 Mosquito's. Het is het grootste aantal vliegtuigen ooit op een doelwit afgestuurd tijdens de oorlog. En ze laten 4.661 ton bommen op de stad vallen. A night fantasy. That's what the pilots see as bombs burst in the heart of the Nazi armament industry.
En daarna is er helemaal niets meer van de stad over. Gebroeders Lems komen die dag samen met zo'n 850 anderen om bij het bombardement. Kees wordt 27 jaar oud en Piet slechts 17. In Rotterdam ontvangt de familie niet lang hierna een brief van een Duitse verpleger, Pas Siepe. Nou, hij vertelt hoe hij met behulp van anderen de broers uit de puinhopen heeft gehaald en heeft begraven op het park Friedhof in Essen. Hij schrijft: dit is duivelswerk dat door mensen oorlog wordt genoemd. Ik ben afgelopen week naar het kerkhof gegaan en ik heb aan de graven van uw kinderen gestaan en hen beloofd, zolang vader en moeder dat niet kunnen doen, dikwijls een groet te brengen in hun plaats. Nou, uiteindelijk zijn de broers hier begraven op Nationaal Ereveld Loenen.